En we hebben zojuist 12 video's opgenomen. En het zijn dus niet de noodzakelijke cookies. Ik moet wel zeggen dat 12 wel veel is. Daar kon je altijd pinnen, maar dat moest vandaag opeens ook contant. Ik geloof dat ze dan dus zwarte oliebollen willen verkopen in plaats van witte. Dit gebeurde gisteravond. Wij zijn natuurlijk wel meteen een hele zak gekocht. Een lekkere citroenmerengue taart van Dudok. Zo jongens, stapeltje welkomstpakketten voor iedereen die meedoet aan de Law Talks. Kwamen er gewoon nog 2 aanmeldingen binnen. Waar is je stokkie dan? Oh, oké, dag. Wat moet er dan gebeuren? Dat is vooral dat je weet dat jouw video's gericht zijn op kinderen van jonger dan 13. Of wanneer er nou eenmaal... Maar een krant is wel gewoon een bedrijf dat winst maakt. Is dat dan niet altijd commercieel? Zou je, als het om tv gaat, nog verschil zijn of het een publieke omroep is of een commerciële omroep? Nou, ik hoop dat je zo iets meer weet over wat je nou wel en niet mag delen over handicap en ziekte van werknemers. Het zou wel ideaal zijn, ze dan ook gewoon de hele tijd koffie komen brengen en zo. Maar goed, muziek op kantoor, dat kan best heel gezellig zijn. Of eigenlijk via een andere partij, dat maakt niet uit. En je het verwerkt voor je eigen doel en je doet met je eigen middelen. En het is allemaal voor jezelf doet en niet ten behoeve van een ander. En het zijn dus niet de noodzakelijke cookies en niet de analytics cookies waar je geen toestemming voor nodig hebt. Dan moet je vooraf die toestemming vragen voordat de cookies dus überhaupt op je website geplaatst worden. Zo mensen, het is maandag 30 december 2019 en we hebben zojuist 12 video's opgenomen. Ik moet wel zeggen dat 12 wel veel is. We hebben daar nu een lunch tussendoor gehad. Ik moet zeggen dat dan weer wel goed werkt. Want dan is het toch meer als je 2 keer 6 video's opneemt dan in 1 keer 12. Want 6 is toch wel, weet je, dat gaat nog wel. Dan krijg ik er eventueel nog wel 2 extra uitgeperst. Maar daarna houdt het dan toch wel een beetje op. En nu is hier 1 grote bende. Dus ik moet er een beetje gaan opruimen, geloof ik. Heb je goed geholpen met filmen, Tom? Ja, hè? Vanochtend heeft mijn vriend in de rij gestaan bij de oliebollenkraam bij Albert Heijn in de buurt. Daar kon je altijd pinnen. En daar ben ik wel blij mee, want ik heb normaal geen contant geld. Maar dat moest vandaag opeens ook contant. Ja, ik geloof dat ze dan dus zwarte oliebollen wilden verkopen in plaats van witte. In elk geval bleek ze echt onwijs tijd te zijn. We hebben natuurlijk wel meteen zo'n hele zak gekocht. Want ja, je gaat niet 1 oliebol kopen en daarna weer die rij in. Dus hadden we bedacht, dan gaan we maar naar het bakkertje, hopen dat die ook oliebollen hebben. Nou, en daar hadden ze een mooi reclamebordje voor staan. Zaak wel vol, maar toch heel snel geholpen en ze zijn lekker. Dus eerst hebben we er 2 gekocht, geproefd, zijn goedgekeurd en nu hebben we er een paar meer gekocht. En toch nog lekkere oliebollen. Nou jongens, gelukkig nieuwjaar. Dit gebeurde gisteravond om 9:30. Een paar jochies die... Nadat wij net binnen waren met Tommy gelukkig, maar even vuurwerk naar binnen gooiden. Niet onze brievenbus, maar wel van de buren dus. Zo jongens, lekker even kaartjes geschreven, welkomstkaartjes voor mensen die meedoen met hun nieuwe membership aan de Law Talks. En terwijl ik aan het schrijven was, ik wist hoeveel ik er moest schrijven, was al best wel. Een stapeltje vond ik in elk geval, zeker als je bedenkt dat het pas een week online staat, beschikbaar is. Minder dan een week misschien zelfs wel. Kwamen er gewoon nog 2 aanmeldingen binnen. Super tof, had ik ze alleen niet op gerekend, ze moest even terug computerhok in en nieuwe kaartjes halen. Maar ja, wel heel leuk hoor jongens, dat het nu gewoon eigenlijk al boven verwachting goed loopt. Weet je, het is toch de eerste maand, dus nog niemand die weet
hoe het is en of het bevalt. Nog geen reviews, nog geen sociale... hoe zeg je dat? Mensen kopen toch sneller als ze iets horen van een ander dat het goed is op aanbeveling. Maar die aanbevelingen zijn er nog helemaal niet. Dus ik vind het wel super tof dat er zoveel mensen al zijn die er nu zoveel vertrouwen in hebben. Ook een aantal bestaande klanten die lid worden van het membership. Dus dat is ook super tof. Die weten dan natuurlijk al hoe ik werk. Dus voor hen is het misschien ook iets minder spannend. Heel blij dat het zo goed gaat. Heel veel kleine klusjes trouwens aan het doen nu. Belangrijkste dingen heb ik geloof ik nu wel afgerond. Nu weer aan de grotere projecten verder. Morgen is het vrijdag en dan zit ik eigenlijk aan mijn bedrijf werkdag. Maar er zijn eigenlijk ook, ja, je zou misschien kunnen zeggen dat ik nu wat dingen doe die wat meer aan mijn bedrijf werk dingen zijn. Maar die gewoon wel echt even vandaag moeten, vind ik. Dus dan werk ik morgen maar gewoon even voor klanten. Ook geen punt. Zo jongens, er is taart. Want vorige maand hebben we eindelijk, nou... 10 maanden of zo? Nou, geen 10 maanden. Maar ik denk dat onze omzet vanaf mei niet goed genoeg is geweest. December, eindelijk weer de omzet die we moeten draaien om de boel echt goed levend te houden. Dus een lekkere citroenmerengue taart van Dudok. Heb jij een stokje gekregen omdat we de omzet gehaald hebben, Tom? Waar is je stokje dan? Oh, oké, dag. Zo jongens, stapeltje welkomstpakketten voor iedereen die meedoet aan de Law Talks. En zoals je ziet, we zijn nog niet klaar. Oh jongens, humor dit. Ik krijg zo vaak op Instagram complimenten over mijn make-up. Mijn oogmake-up met name. Als ik dan even post dat ik koffie aan het drinken ben, dan zie je dat goed. En een aantal keer hadden mensen gezegd, je moet een make-up tutorial maken. Nou ja, dan kan ik dat natuurlijk niet. Maar ik dacht, best geinig een keer uit te proberen. Dus ik heb er nu een Instagram TV van gemaakt. Zal even laten zien hoe dat eruit zag. Dit was de setup, zal ik maar zeggen. Mijn Toby 5-minute make-up palette. En ik was mijn statief kwijt van mijn telefoon. Dus die heb ik even zo tegen een kaarsje aangezet. En naast de lamp. Nou ja, goed. Ik zou zeggen, als je het wil zien, dan moet je mijn Instagram TV maar checken. Zo jongens, Tommy heeft lekker even met zijn allerbeste vriendje Baku in de paleistuin gespeeld. En we zijn nu op kantoor om nog even de laatste dingen voor de Law Talks klaar te zetten. Mailtjes te versturen. Want morgen, voor jullie is eigenlijk al min of meer een week geleden, staat dan alles online en klaar. Een video, de losse audio, de losse slides. We hebben gelukkig op tijd alles van uitgetypt teruggekregen. Dus we hebben nu ook voor kunnen zorgen dat de video meteen al ondertiteld is. Dat was zo met kerst en oud en nieuw toch even lastig. Dus ik was bang dat dat pas later zou komen. Maar het is er op tijd, dus dat zijn we ook echt nog even nu aan het fixen. Dus ik ben ook nog aan het fixen dat de tekst los in het bestand geleverd wordt. Dat zijn toch dingen die nu even een beetje op het laatste moment moeten. Die volgende maand wat soepeler zullen verlopen. Maar goed, ja, dat krijg je nou eenmaal bij een eerste keer. Ik ben al lang blij dat alles er op tijd op staat. Zometeen naar het theekrunchje van mijn jongste nichtje. Want ze is 16 geworden vandaag. Dus ik heb 2 cadeautjes ingepakt. Dat was echt wel gelukje gisteren. Dat ik een make-up IGTV had gemaakt. En dat dus had geüpload en stories had gemaakt. Want ik dacht dat het gisteren gevierd zou worden. Want we vieren altijd alles op zaterdag. En nooit op zondag. En toen appte ze al. Lot, ik hoop wel dat je weet dat het morgen is. Oh ja. Ja, even ook terugzoeken in WhatsApp met haar uitnodiging. Oh ja, er staat gewoon echt zondag 5 januari. Dus ik heb echt alleen maar gedacht, oh, het is dat weekend. En het is om 2:30. Dat schrijf ik in mijn agenda. Mooie dag vergist. Maar goed, swap. Nog heel veel snel wat dingen proberen af te ronden voordat we taart gaan eten. Zo jongens, nou, het is natuurlijk weer maandag, dat snap je. Eline heeft haar verjaardag gisteren gevierd, was super blij met haar cadeautjes. Dus dat was echt heel erg leuk. We zijn wel nog op tijd naar huis gegaan, uiteindelijk weer op tijd. Waarom 9 uur 's avonds thuis of zo?
Want alle transcripties van uitgetypt waren terug voor de Law Talks. Dus zodat we de video's kunnen ondertitelen. En ik heb er nog een e-book van gemaakt. Zat ik gisteravond allemaal nog zitten doen. Tot, wat was het? 12:30 of zo. Maar ja, goed. Wel tof dat het uiteindelijk allemaal nog op tijd was. En ik was eigenlijk bang dat ik iedereen een e-mail had moeten sturen. Dat ze er nou ja, nog een paar dagen op hadden moeten wachten. Dat later deze week pas ondertiteld zou worden. En we hebben ook gewoon mensen die doof of slechthorend zijn die meedoen. Omdat ik namelijk mijn YouTube-filmpjes ook altijd ondertitel. Dus ja, hè? Dat schept verwachtingen. Bovendien vind ik het ook eigenlijk wel tof dat ik dit kan bieden. Ik bedoel, kost tijd en geld. Maar ja, nou, die toegankelijkheid vind ik dan toch belangrijker, denk ik. Goed, dus we zijn weer op kantoor. We gaan weer lekker aan het werk. Dus dank jullie wel voor het kijken. En tot volgende week. Bye bye.